Bij mij, Miss International Belgium 2013, Ekaterina. Eerst en vooral proficiat met jouw titel. Dank u. Ik ben echt zeer trots dat ik België mag vertegenwoordigen in Japan als Miss International België 2013. Vertel eens, hoe is de selectie verlopen? Het was eigenlijk heel interessant. Ik was uitgenodigd naar een casting met een tiental andere meisjes. En daar waren enkele mensen aanwezig die mij en 5 andere meisjes hebben uitgekozen om kans te maken om Miss International Belgium te worden. En van die 5 meisjes ben ik het uiteindelijk geworden. En daar ben ik zeer, zeer blij mee. Je mag naar Japan. Wanneer vertrek je precies? Ik vertrek 4 december tot 18 december, maar het kan zijn dat ik iets langer moet blijven als ik misschien in de top 3 ga eindigen daar. Ik vermoed dat je volop bezig bent met de voorbereidingen. Ja, dat klopt. Ik heb pas mijn persoonlijke act in elkaar gestoken, maar ik ben ook al aan het denken om een actie te ondernemen om wat geld in te zamelen voor Japan, voor de rampen die daar allemaal gebeurd zijn. Dus ik ben nog even aan het brainstormen wat ik precies ga doen. Maar ik denk dat het zo koekjesverkoop of wafeltjesverkoop gaat worden met een foto van mezelf en een tekstje waarin dat ik zo mensen probeer te overtuigen om geld te geven voor Japan. En Japan is ook een heel andere cultuur dan bij ons. En ook dat fascineert jou. Ja, dat klopt. Ik ben me ook aan het voorbereiden op de cultuur daar. Want er is daar natuurlijk een andere mentaliteit en andere vormen van beleefdheid. Zoals een stom voorbeeld, je bord leeg eten daar telt als een belediging, terwijl bij ons dat juist een vorm van beleefdheid is. Dus ik moet zien dat ik zo de tekens die ik uitstraal, dat dat toch wel beleefd is en niet, dat dat niet als onbeleefd wordt beschouwd. Vertel eens, welk diploma heb jij op zak? Ik ben in juni afgestudeerd als biomedische wetenschapper. En nu ben ik in mijn master farmaceutische wetenschappen en master in seksuologie aan het doen. Daarmee breek je meteen het cliché dat missen een leeg hoofd hebben? Ja, maar daar ben ik eigenlijk niet echt mee eens, want ik vind je moet doen wat je graag doet. En het wil niet zeggen dat als je nu bijvoorbeeld een universitair diploma hebt, dat je daarom slim bent. En als je dat niet hebt, dat je als dom bestempeld wordt. Je moet gewoon graag dingen doen dat je graag doet en dingen waar je goed in bent. En van mijn part kan dat eender wat zijn, zolang dat je maar gelukkig bent. En je zal de bezoekers van Miss Items op de hoogte houden van jouw avonturen daar? Ja, zeker. Ik ga dat doen. Want u hebt mezelf gevraagd om een dagboekje bij te houden. Dus ik zal dat speciaal voor Miss Items doen en elke dag een klein stukje schrijven van wat ik daar heb meegemaakt of speciale dingen heb gegeten of zo. Ekaterina, we wensen je heel veel succes toe in Japan. Dank u. Ik zal jullie steun wel nodig hebben om het tot een goed einde te brengen.